week heb ik laten zien hoe de stichting Un Abrazo para los Amigos reilt en zeilt. Dit week laat ik zien aan welke projecten ze een bijdrage leverden en wat dat betekende voor de Luido. We zijn met een aantal projecten bezig die geconcentreerd zijn in Argentinië, in de regio Azul. En dan heb ik het met name over een dag- en nachtopvang voor gehandicapte jongeren. Daarnaast een gehandicapte vervoer, maar we hebben ook een aantal gezinnen die we ondersteunen. We zullen ze nu een stuk voor stuk langslopen. Ja, die dagopvang, dat is eigenlijk voor jonggehandicapten en jonge volwassenen ook. Dat is eigenlijk een gebouw dat we eigenlijk met en met hebben opgeknapt. Dus daar is een nieuwe keuken gekomen, daar is een rubberen vloer in de fysioruimte gekomen. Waardoor dat de ondergrond toch een stukje zachter is. We hebben daar slaapplaatsen, bedden geregeld, zodat ze overdag eventueel, indien nodig, ook kunnen rusten. Het laatste project is de buitenpatio, die eigenlijk helemaal opgeknapt is voor buitenactiviteiten, spellen, maar ook dat rolstoelen daar eigenlijk goed overheen kunnen. We hebben de gelden ter beschikking gesteld voor de aankoop van bedden. En die bedden die hebben ze eigenlijk daar weer met hulp van ouders en dergelijke zelf in elkaar gezet, zelf geverfd. En dus de bedoeling is eigenlijk een combinatie, veer stellen gelden ter beschikking, maar de handjes die we eigenlijk vandaar verwacht. We maken momenteel 30 jongvolwassenen gebruik van die dagopvang. De nachtopvang, dat is eigenlijk een project dat er gekomen is om tot die jongeren in die dagopvang, die worden eigenlijk s'nachts naar een ruimte gebracht, of een bejaardenhuis voor demente ouderen. Dus totaal geen stimulerende omgeving, omdat sommige van die jong gehandicapten, die wonen wel 100 kilometer van huis. Dus die kunnen niet iedere dag terug gaan. Dus het was gewoon heel erg belangrijk dat er ook het komen voor de nacht. Daar hebben we dus ook gelden voor ter beschikking gesteld. En eigenlijk is die eerste fase inmiddels helemaal afgerond. En nou, volgens mij moeten dan nog het formaliteiten door, maar dan kan die eigenlijk open. Het gehandicaptenvervoer is eigenlijk een redelijk nieuw project nog van ons. Je moet je voorstellen dat die gehandicapten op dit moment eigenlijk gewoon in een busje zonder aanpassingen vervoerd worden. Nou, als ze soms thuis wie die kinderen vastgepakt worden en half in het busje gegooid worden. Het is en mensonterend voor de gehandicapten zelf, maar ook de mensen zelf die de kinderen daarin moeten tillen, dat is bijna niet te doen. Dus het is gewoon heel belangrijk dat er aangepast vervoer kunnen, een aantal rolstoelen in kunnen met een tillift. Dat ze gewoon met rolstoelen en al in dat busje kunnen. En wat ook minder belastend is voor degene die ze daarin moeten tillen. Ja, het personeel van de dag- en de nachtopvang, dat wordt eigenlijk door de staat bekostigd en geregeld. Evenals het eten en verder wordt dat aangevuld met ook vrijwilligers. Dus daar hebben wij als stichting eigenlijk weer niks met van doen. Het ondersteunen van de familie is eigenlijk tweeledig. We doen aan de ene kant zorgen dat de huisjes vochtvrij worden, dat het niet meer tocht, dat het eigenlijk gewoon een betere leefomgeving is, een beter leefklimaat voor het hele gezin. We ondersteunen ze daar verder met eventueel een stukje riolering, een badkamer, een douchekabine, toilet aanleggen, dat soort dingen, zodat ze eigenlijk een comfortabeler huisje hebben. Sommige gezinnen hebben ook gewoon één slaapkamer voor het hele gezin.
En we hebben nu gerealiseerd dat er bijvoorbeeld een uitbouw met een extra slaapkamer of met twee extra slaapkamers is gekomen. Het andere deel is dat we met name de kinderen faciliteren in de kosten die nodig zijn voor het nationaal gewoon. En dan kunnen ze het hebben over de schoolkleding, de schoolspullen, maar ook het vervoer om nationaal toe te gaan en weer terug naar huis te komen. De families die we ondersteunen, daar verwachten we eigenlijk wel van dat die zelf ook voorzienend zijn en zelf werken, een eigen inkomen hebben. Ja, dus dat is wel belangrijk. Nu is het project waar we eigenlijk mee bezig zijn, dat is een peuterkleuterschool van 250 leerlingen. Dat is eigenlijk een vrij groot gebouw, wat grotendeels onderkomen is, dus echt lekkages in het dak. Met als gevolg tot die hele grote hoeveelheid kinderen niet in één keer naar school kan. Die gewoon eigenlijk in twee etappes naar school. Dus de ene begint 8:30, 9:00, de andere komt eigenlijk 14:30, 15:00 smiddags pas. Belangrijkste reden voor wat dat die kinderen naar school geschikt worden, is eigenlijk dat ze daar eten krijgen. Dus oftewel de ochtendgroep wat dat middageten krijgt of de middaggroep die het avondeten krijgt. We hebben op dit moment een sponsor gevonden die eigenlijk al heeft toegezegd met name al de buitenspeelplaatsen en dergelijke opnieuw te willen herinrichten. Maar daar is gewoon heel veel geld voor nodig om eigenlijk dat hele gebouw opnieuw in te richten. De kinderen in Argentinië die worden in principe niet verstoten. De intentie is eigenlijk wel om er gewoon heel liefdevol met om te gaan. Maar heel vaak ontbreken gewoon het geld en de middelen. Dus babytjes worden dan toch of te vondeling gelegd. Ja, of het is gewoon heel moeilijk. Veel moeilijker dan het in een land is. Dus dit een beter ontwikkeld land is.